Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Ik ben Marilisa en ik ga je meenemen door de boodschappen van deze week. Ik heb namelijk weer besteld bij de Jumbo. En als ik zo naar mijn aanrecht kijk, is het gewoon ontzettend veel. En dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat we dit natuurlijk tijdens de eerste week van de meivakantie besteld hebben. Dus ik heb dit allemaal tussen alle bedrijven door gedaan. En daardoor misschien wel sommige dingen wat te veel of onnodig dingen besteld. Want ik was naar het Wondermuseum met de kinderen. Ik was naar de IKEA toe. We hebben Koningsdag gevierd. We waren uit logeren. We hadden het gewoon druk. Dus iedere keer gewoon nog maar een paar dingen op de lijst zetten. Daarom is het denk ik meer als normaal. Maar ook omdat ik weer back on track met project gezond ga zijn. En daardoor heb je gewoon andere ingrediënten nodig als je normaal gesproken in huis hebt. De reden daarvoor is dat ik natuurlijk een aantal weken geleden geen boodschappen shoplog had gepost. Omdat de boodschappen tegelijk kwamen. Met de ambulance. Nu kan ik hem lachen. Toen vond ik het doodeng. Want ik had klachten op mijn borst. Steken. Heel erg pijn. Ik kreeg bijna geen lucht. Voelde me helemaal niet goed. En toen had ik met de HAP gebeld. Of dat ik mocht langskomen. Omdat het ook niet wegging. En gezien mijn voorgeschiedenis. En mijn gewicht. Mocht ik niet naar de HAP komen. Ik mocht ook niet naar de HAP gebracht worden. Er moest een ambulance besteld worden. Het heeft te maken met dat ik behoorlijk overgewicht heb. En dat aan allebei de kanten van mijn familie, zowel aan moederskant als aan vaderskant, zijn er hartproblemen. Allemaal zo op jonge leeftijd. Of in ieder geval, mijn vaderskant is heel erg op jonge leeftijd. Bij mijn moederskant is het allemaal wel vanaf de 50 of zo. Dus anyhow. Het goede nieuws was wel dat tijdens de ambulancebezoek hebben ze een hartfilmpje gemaakt, mijn bloeddruk gemeten. Alles gezien en gedaan. En ze konden in principe niks vinden. So, dat was good. Ik hoefde niet ingestuurd te worden. Dus de week daarna ben ik dus naar de huisarts geweest, helemaal binnenstebuiten gekeerd. Alles zag er op zich goed uit. Bloeddruk was echt textbook 120 over 80. Mooie pols, sterke hart, je hoorde niks in mijn longen. Het klonk allemaal goed. Maar de pijn was nog niet helemaal weg. Het was wel minder geworden. Dus we hebben een bloedonderzoek gedaan en een urineonderzoek om echt te kijken van goh, wat gebeurt er in mijn lijf. En daaruit kwam dus dat mijn cholesterol te hoog is. Mijn slechte cholesterol is te hoog. Maar mijn goede cholesterol is te laag. Dus de verhouding is weg. En dat zou wel kunnen verklaren waarom ik al last heb van bepaalde voortekenen, om het zo maar te zeggen. Ik wil eerlijk bekennen, als deze pijn een voorteken is, I don't want to have none of it. Dus ik heb mezelf de tijd gegeven om alles weer op orde te brengen, die resultaten af te wachten. En de eerste week van mijn vakantie ga je daar gewoon niet aan beginnen. Ik wist dat we weggingen en het is een sluipmoordenaar, een hart- en vaatziektes, maar één week gaat niet het verschil maken. Deze week gaan we hardcore eraan beginnen. En ook de huisarts werd aangeraden van, joh, al val je maar 5 tot 10 kilo af. Dat scheelt echt al super erg. Nou, is dat natuurlijk al heel erg lang een doel van mij. Maar nooit echt een hele prioriteit. Dat komt en gaat. En ik verlies er 3, ik kom er 2 aan. Ik verlies er 3, ik kom er 2 aan. I don't have time for that right now. Dus ik heb me eigen weer aangemeld voor Project Gezond. Dat is een app waarbij je een weekmenu kan aanhouden in een bepaalde caloriehoeveelheid. Ik zit op de 1800 calorieën op dit moment. Het enige nadeel van dat weekmenu, behalve dat ik er niet zelf te veel over hoef na te denken, wat ik dus een plus vind, en dat het heel erg gevarieerd is, wat ik een plus vind, is dat er in die variatie heel weinig eiwitten zitten. Dus in het weekmenu, per dag, per week, niet zo heel erg veel eiwitten zitten. Dus dat blijft nou zo rond de 50 gram. En zelfs zou ik dat meer willen hebben. Dus ik ga hier en daar wel wat wisselen. Maar ik vind het een hele goede basis om in ieder geval weer back on track en gezond te gaan eten. Dat zorgt dus ook voor dat ik heel wat andere producten in huis heb deze week. Want dat is heel veel van die dingen moet je op voorraad hebben en die heb je dan niet. Dus anyhow, de boodschappen waren dus nu zoveel. Wat op zich, ik geloof dat het rondom de 50 euro was. En dat is op zich best goed voor mij. Het doel is ongeveer 150 euro. Maar er zijn een heleboel dingen waarvan ik denk, ik kan dit goedkoper regelen. En dat ga ik jullie allemaal laten zien. Voordat ik de boodschappen laat zien, wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als jullie deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Je kan het echt wel zien, heel mijn aanrecht ligt echt proppie vol. Ik heb wel een klein beetje rekening gehouden dat ik vrijdag nog een aantal producten van mijn boodschappenlijstje heb afgehaald. Want ze waren weer thuis. Dat valt hier gelijk te zien, want we eten morgen bami. En ik heb alleen maar de Chinese roebak mix. Want ik heb dus nog minesjes, ik heb nog kip in de vriezer liggen. Ik heb nog bami nasi kruiden. Ik heb nog, wat had ik nog meer voor nodig? Whatever, ik had in principe heb ik alles behalve de groenten. We eten een keertje pasta, kip,
Persic salade. Daar heb je dus echt heel veel voor nodig. Tagliatelle was op. Persikken had ik überhaupt niet meer. Verse persikken waren niet te krijgen. Grote kipfiletjes, dat is gewoon 5 euro. Maar ja, weet je, ik kan het niet zelf maken. Dus nou, vooruit. Bosui, daar heb ik natuurlijk niet alles voor nodig. Dus sommige blijven naar de week. Zoete puntpaprika. Ik denk dat ik hier ook gewoon een snack van ga maken. Want het is echt een super grote zak. Ik zal er nog niet los. En bleekselderij, ik denk dat ik ook weer dat sapje ga maken. Dus bij die IKEA heb ik van die hele leuke kannen gevonden. Dus dan kan ik ook het sapje gebruiken voor wat extra groentes en zo. We eten een keertje surf en turf. Dus we hebben biefstuk en garnalen. En daar hoort er nog een groente bij, but I don't remember. Dus we gaan er een beetje zo doorheen, want ik weet niet wat alles nodig is. We eten een keertje gewoon... we eten een keertje dan de runderreepjes met oosterse wokgroenten. En gewoon zilvervliesrijst heb ik nog liggen. Met zoetzure zout, want dat heb ik ook nog in de kast staan. Ik weet niet precies waar die voor is. We eten vanavond dan zelfgemaakte... eten we vanavond zelfgemaakte pizza's? Volgens mij wel. Dus dat doe je gewoon een pizza met rauwe ham en kaas en champignons eventueel. Dus dat is nice. We eten een keertje... zelfgemaakte nachos met Mexicaanse roerbakgroenten, met nacho chips en met rundegracht, ook met kaas. En een keertje lasagnebladen. Eigenlijk een lasagne. Volgens mij is het een vegetarische lasagne, dus daar hoort dan misschien de Italiaanse roerbakmix bij. I'm not really sure. Ik ga het in ieder geval onderin linken waar wat bij hoort. En we houden wel gewoon op zaterdag friet met snacks voor de mensen die dat willen. En ik eet dan leftovers van dit. Want er zal heus wel hier en daar wat overblijven. En dan zijn we alweer door heel de week heen. Voor avondeten. We hebben hier nog mozzarella. Volgens mij is het ook nog bij de vegetarische lasagne. Stukjes ananas voor op de zelfgemaakte pizza-repjes dan. Gerookte zalm. Want er zit ook een aantal keer met een lunch met een tussendoortje bij. Dit is vanwege de gratis boodschappen. Samen met deze volgens mij. Iedere week heeft de Jumbo gewoon een aantal producten waarbij als je meer dan 10 euro daarvan koopt, de bezorgkosten gratis zijn. En de bezorgkosten zijn vaak 6,50 op de zondag. Dus ik heb nu de crackers. Normaal zou ik die gewoon van Jumbo eigen merk doen. Nu scheelt dat gewoon heel erg, omdat ik ook de Philadelphia heb. Anders zou ik dat inderdaad ook eigen merk doen. Maar nu scheelt dat de boodschappen en effent elkaar een beetje op. We gaan ook iets van zelfgemaakte muesli-repen deze week maken. Dus zongedroogde... sultana-rozijnen heb ik nodig. Ik heb ook granola nodig. En magere yoghurt. Of magere kwark eigenlijk. Dus ik heb een hele grote pot magere kwark. Magere yoghurt heb ik ook nodig. Je mag mager beleggen. Dus dat zijn bijvoorbeeld sandwich spread. Smeerkaas. Kipfilet. Kalkoenfilet. En dan doe je heel vaak afwisselen met rauwkost. Dus ik heb gewoon een aantal kant-en-klare bakjes gedaan voor nu. Zodat ik dat niet helemaal uit hoef te zoeken. Dat zijn dus de producten waarvan ik denk, dat kan ik dus... goede koper doen. Zeker ook met alle kant-en-klare wokgroentezakjes. Dat moet gewoon makkelijker en goedkoper kunnen. Maar daar moet je daar tijd voor maken. We hebben natuurlijk een crystal clear. We hadden bananen nodig. Appels, blauwe bessen, peren. Nou, grote tomaten, cherry tomaatjes, blauwe bessen dus. Kiwis heb ik ook nog als groente. Dan hebben we ook niet meer heel veel. We hebben nog een paar peren. En deze appels kunnen denk ik ondertussen allemaal weg. We hebben dillen een keertje nodig. En dat had ik niet meer... kappertjes, ongezouten cashewnoten. Ik denk dat gaat echt niet in een week op. Dat geldt ook voor de augurken en ook voor de Amsterdamse uitjes. En natuurlijk ook voor de kappertjes enzovoorts. Een grote tray met eieren. Again voor de eiwitten. Dit gaat ook waarschijnlijk niet in een 1 week tijd op. En dan het witte brood. Daar heb ik 4 pakken van. We hebben er nog wel wat. Maar ik wil deze week ook wat experimenteren daarmee. Dus dit zijn alle boodschappen tot nu toe. Brood heb ik nu maar 4 pakken. Ik geloof dat ik er nog 2 witte en nog 3 bruine of zo heb. Dus ik ga ze proberen deze week een keertje te mengen. En as you speak ben ik ook bezig met ciabatta broodjes uit te proberen. Van ook vezelrijk meel. Of moet ik ook vezeltjes eten. Maar ik heb nog niet echt een manier gevonden om dat goed toe te passen. Al het brood wat bruin, vezelrijk, donker is uit de broodmachine is gewoon niet lekker. Dus ja, daar ben ik nog een beetje mee aan het experimenteren. Een van de dingen die ik dus wil doen is witte en volkoren broodjes gaan mengen. Dus de zakjes halveren en dan bij elkaar flikkeren. Want je maakt ze op dezelfde manier. Kijken of dat een verschil gaat maken. En dan inderdaad, nu heb ik dan de ciabatta versie geprobeerd. Kijken wat werkt. En voor volgende week wil ik dus gaan kijken of ik
wat minder kant-en-klaar kan kopen qua zakjes en groentes en zo. Om dat te kijken wat de kosten drukt. Altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Kijk ook onder in de beschrijving wat we dus per dag gaan eten. En eventueel linkjes naar de receptjes die ik heb gevonden. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken. Doei doeg! I just close my eyes.